Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je leren programmeren met Scratch. Je gaat onder andere animaties, games en handige apps programmeren. In dit project ga je een ruimtespel programmeren met Scratch. Maar wist je dat asteroïden rotsachtige overblijfselen van de vorming van ons zonnestelsel zijn? Asteroïden draaien in sterk afgeplatte of elliptische cirkels om de zon. En ze draaien vaak onregelmatig tuimelend en vallend door de ruimte. Volgens NASA zijn de meeste asteroïden afkomstig van de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. NASA telt op dit moment meer dan 1 miljoen asteroïden. Voor het programmeren van jouw ruimteschip heb je het projectbestand nodig. Je kunt het bestand downloaden door op de link hieronder te klikken. Zet nu deze video even op pauze en download het projectbestand. Als je dat gedaan hebt, druk je weer op play en gaan we weer verder. Tot zo! Ga nu in je browser naar scratch.mit.edu. Zet deze video maar weer even op pauze. Als je een Scratch-account hebt, kun je nu inloggen, maar dit hoeft niet. Klik vervolgens op Maak. Je komt nu in de programmeeromgeving terecht. Nu jij. Zorg dat je taal op Nederlands staat ingesteld. Klik op Bestand en uploaden vanaf je computer. Kies het projectbestand dat je zojuist hebt gedownload. Het project met alle afbeeldingen wordt nu geopend. Je ziet dat alle sprites, een ruimteschip en twee asteroïden al klaarstaan. Eerst het ruimteschip programmeren. Wanneer er op de groene vlag wordt geklikt, ga naar het midden van het speelveld. En het speelveld bestaat uit twee assen, de X-as en de Y-as. De X-as en de Y-as starten vanuit het midden van het speelveld. Punt 0, punt 0. Vanuit daar kan het schip 180 stappen naar boven en 180 stappen naar beneden. 240 stappen naar links en 240 stappen naar rechts. Door op het blokje te klikken voer je de code van alleen dat blokje uit. Dit werkt trouwens ook bij een sequentie. Nu jij. Dan een geluid toevoegen. Ik kies voor Space Noise. Een sprite kun je besturen met de muis. Als je vlieg de heli hebt gedaan, heb je dat al eens geprogrammeerd. Maar je kunt de sprite ook verplaatsen met de pijltjes toetsen. Ik maak 4 sequenties, voor iedere richting 1. Naar rechts. Naar links. Naar boven. En omlaag. Met de pijltjes verplaats je zo de sprite het ruimteschip over de X- en de Y-as. Steeds 30 stappen. Dan de eerste asteroïde. Bij het klikken op de groene vlag start en een willekeurige positie. En herhaal dan de hele tijd deze code. 2 stappen. Draaien en nog een stap. Keer ook weer om aan de rand. Nu jij.
dan de tweede asteroïde. Om de code naar de andere asteroïde te kopiëren, sleep je hem bovenop de sprite. En Scratch maakt dan automatisch een kopie. Kijk maar. Terug naar het ruimteschip. Ik wil dat het schip ontploft wanneer hij geraakt wordt door een asteroïde. Ik doe dat met een conditie. Als dit, dan dat. Als het schip wordt geraakt door de kleur van de asteroïde, dan voer de volgende code uit. Alle code weer binnen een herhaalblok, zodat deze code steeds blijft herhalen terwijl het programma wordt uitgevoerd. Nu jij. Klaar, testen maar. Heb je nog zin om door te programmeren? Hieronder vind je nog 2 challenges om verder mee te programmeren in dit project. Lukt het jou ook om deze op te lossen? Maar je kunt ook verder lezen in deze boeken over de ruimte. Leen ze bijvoorbeeld bij jouw bibliotheek. Op skillsdojo.nl vind je nog veel meer leuke missies om te doen. Ga bijvoorbeeld een app ontwerpen, een website bouwen of de microbit programmeren. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.